Ik vertelde, weet ik niet of jij erbij was, laatst ook in een workshop, dat ergens in, denk ik in 2002 dat het was, toen voelde ik ook heel duidelijk die verschuiving naar de zelfgerealiseerde staat, een bewustzijnsverschuiving in mezelf. Daarvoor was er ook al iets gebeurd tijdens een transmissie, of door een transmissie, dat ik wel 40% van mijn mindstof, van al in mijn denken zitten, daarna kwijt was. He, dus waar ik steeds aan blijf plakken en aan blijf hechten in gedachten. Natuurlijk moet je 1001 dingen denken op een dag, maar die cirkels denken. Dus toen voelde ik ergens in 2002 een verschuiving. En toen wist ik diep van binnen, dit is echt, dit is blijvend. Nu is er werkelijk iets gebeurd in het realisatieproces. Dus ik dacht dat dat verlichting heette. Daarna ging ik heel sterk twijfelen in het half jaar, jaar daarna. Omdat ik dacht, ja, dan heb ik het toch fout gezien. Want ik zag heel sterk dat innerlijk kind en dit oordeel en die persoonlijkheid en dat op de teentjes getrapt, gekwetste zelf. Dus ik begreep er toen niks van. En toch wist ik heel zeker dat er iets blijvends gebeurd was, hè? Maar ik sprak er ook met niemand over. Ik ging nooit naar satsanggevers of naar goeroes in die zin zoveel. Dat ik dat niet zoveel heb gedaan, ook niet zoveel gelezen. Dus het was gewoon een soort eigen diepteproces. En al onderweg merkte ik dus dat het steeds rustiger werd in mezelf. Dus dat die oordelen en dat innerlijke. Maar dat is nogal jaren heeft dat geduurd. Zeker omdat ik ook geen meesters heb gehad die me daarin coachten en begeleiden en vertelden van die weg, dat dat langzaam maar zeker steeds minder werd. En dus het zijn steeds opschuivende bewegingen naar meer bewustzijn, zou je kunnen zeggen. Gaat heel geleidelijk aan, zo'n verschuiving. En dus je gaat je dan rustiger van binnen voelen. Je gaat je minder bezighouden met morgen en gisteren, of wat je van een relatie verwacht of van je leven verwacht. Alles is meer, hè? Zo gevoeld wel allerlei hectische dingen even goed in je leven kunnen gebeuren, maar van binnen schuift die staat steeds meer dichterbij. Dus het hechten aan aan ons wenslichaam, aan de problemen of stress of zo, dat wordt heel subtiel minder. Maar je voelt je nog steeds een gewone persoonlijk zelf, hè? Misschien met een vorm van helderheid of genezende gaven of goed in je vakgebied of goed leiding kunnen geven, wat ook, hè? Je voelt je nog steeds dat stuk. Terwijl je weet dat er iets diepgaands op de achtergrond anders is, maar dat kun je nog niet te pakken krijgen. Dus daar zit nog niet de volledige identificatie op. En dat gaat dan in de loop der jaren verschuiven. En uiteindelijk gaat de verschuiving zo ver plaatsvinden dat je voelt wie je nog meer bent. Dus eerst kom je in dat grote kosmische volwassen zelf, dat bewuste zelf. Hè? Maak je minder druk om al die kleine zelfdingen, weet je dat je dat niet meer bent. Maar in het laatste stadium ga je in contact komen met je eeuwige zelf. En dan gaan er weer nieuwe verschuivingen plaatsvinden. En dan voel je dat je diegene bent door al die levens heen. En dat dit hier allemaal maar zo betrekkelijk is. En dat gaat ook blijheid, vreugde, lichtvoetigheid, hè, de dans van het leven. Alles komt in een nieuw perspectief te staan. Gaat steeds meer plaatsvinden. En dan ga je dus ook diepergaande gevoelens krijgen van dankbaarheid, van verwondering. Hoe het leven is, hè? Dus dat kan daarvoor ook al wel gaan groeien en plaatsvinden. En op een gegeven moment, dan lost het totale ik-gevoel op. Dus er is nog wel een ik als voertuig, hè? Dus die moet nog wel functioneren en denken en doen en voelen. Maar daar heb je steeds minder mee.
Dus je voelt je eigenlijk een niemand. Eén met het kosmische principe, die toevallig in dit voertuig zit. Dat denkt en doet en voelt. En dan ontstaat er zo'n grote liefde voor het leven, voor het al, dat je als het ware vanzelf ook een pillar of light wordt die dienstbaar wil zijn aan de wereld. En uiteindelijk aan het hele evolutieplan, de verlichting van de wereld. Dus dat zijn allemaal groeistappen in bewustzijn.